Het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling in Suriname, NIMOS, heeft vanmorgen de resultaten van het onderzoek over de hoeveelheid kwik en kwikhoudende producten die in Suriname worden gebruikt, gepresenteerd. Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van de goedkeuring van het ratificeren van het Minamata-verdrag door de Nationale Assemblée op 8 maart 2018. Het doel van het Minamata-verdrag is de menselijke gezondheid en het milieu tegen de uitstoot van kwik en kwikverbindingen te beschermen. Volgens Cedric Nelom, waarnemend directeur van NIMOS, is het de bedoeling om het gebruik van kwik in de komende periode te minimaliseren en uiteindelijk kwikgebruik helemaal uit te bannen. Het gaat een geleidelijk aan proces moeten worden, want je kan niet in één keer kwik verbieden. We weten dat kwik niet alleen voorkomt of wordt gebruikt in de kleinschalige goudwinning, maar ook in cosmetica producten, ook in onze fluorescentlampen, gebruikelijke fluorescentlampen. Dus er zijn bepaalde applicaties waarmee je rekening moet houden. En dat gaat niet 1, 2, 3 verboden moeten worden. Dus geleidelijk aan willen we dat doen. En des te meer dat je goed in kaart brengt waar dus kwik en kwikhoudende producten worden gebruikt in Suriname. Nelom zegt verder dat een eerste onderzoek in 2016 heeft uitgewezen dat er in Suriname meer dan 134.000 kilogram kwik per jaar wordt uitgestoten. Dit is het gevolg van het gebruik van kwik in de goudsector. Wat deze studie naar voren moest brengen is eigenlijk een verscherping van die data. Wat is het precies, waar wordt het gebruikt, wat zijn de locaties, noem maar op. Dus dat wordt vandaag gepresenteerd. We moeten geleidelijk aan het gebruik van kwik stopzetten. Dus ik denk, als we kijken dus naar wat we moeten doen de komende jaren, dan denk ik dat we zo min als mogelijk kwik gaan moeten gebruiken en eigenlijk geleidelijk aan gaan naar eigenlijk 0 kilogram gebruik van kwik in Suriname. Het gaat moeilijk. Reden waarom het moeilijk zal gaan, we hebben van nature kwik in ons milieu. Maar dat wil niet zeggen dat wij als mensen meer moeten toevoegen aan die hoeveelheid. Door activiteiten, met name mijnbouwactiviteiten, gaat er kwik los of vrijkomen. Maar wij moeten als mens ervoor zorgen dat we niet meer dus kwik toevoegen aan die hoeveelheid die er van nature al is in Suriname. Cedric Nelom, waarnemend directeur van het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling in Suriname, NIMOS. Hij heeft vanmorgen de resultaten over de hoeveelheid kwik en kwikhoudende producten die in Suriname worden gebruikt gepresenteerd. De presentatie is gehouden in de bankethal van Torarica.